Vandaag heb ik een bijzondere afspraak met een bijzondere vrouw, Hilde Foutmans, Europees parlementslid en schepen van Landbouw, Jeugd en Toerisme. Heerlijk! Hey Philippe! Goeiedag Hilde. Als we aan Sint-Truiden denken, denken we aan toerisme, klopt dat? Ja, absoluut. Wij zijn toch wel, en ik zeg dat echt overtuigd, voor mij is Sint-Truiden de mooiste stad van Europa. We hebben eigenlijk alles. We hebben natuur, we hebben cultuur, we hebben erfgoed, we hebben de meest vriendelijke mensen, we hebben fantastische horeca, leuke terrassen als ze terug mogen opengaan. Dus ja, voor mij is dat gewoon een stad die alles heeft. Er is ook heel veel veranderd in Sint-Truiden, met het Groenplein, of de Groenmarkt liever. Ja, we hebben heel veel geïnvesteerd in het centrum. Hè. We hebben al jaar en dag eigenlijk die hele mooie terrassen op die hele grote markt. Er zijn hele leuke fonteinen en ook daar weer, voor de kinderen is dat zalig. Sint-Truiden heeft zo'n compact centrum eigenlijk. En dus ja, het is echt een shopstad, maar ook ja, een aperitiefje doen, een terrasje doen, iets lekker lunchen of een dinertje doen. Maar het zuiden begint een beetje in Sint-Truiden, vind je niet? Ja, helemaal. Hè. Je hebt die restaurants rond de kerk, hè. Dat noemen ze ook Sint-Zuiden. Hè. Ja, eens als het terras en de horeca mag opengaan, ja, dan moet je gewoon naar daar, want je waant je toeristen in je eigen stad. Hè. Je hebt heel veel te zien in Sint-Truiden, maar die Abdijtoren, die vind ik ook heel speciaal. Ja, is heel mooi. Hè. Het is vooral ook heel fijn om naar boven te gaan. Hè. 196 treden, ik heb zoiets geteld. En dan ben je boven en ja, dan zie je echt dat uitzicht over de stad, dat je heel ver kan kijken. Ja, dan zie je ook wel dat erfgoed van onze stad. Hè. Wat is de toekomst van toerisme in Sint-Truiden? Ik ben echt hoopvol. Ik denk dat corona mensen geleerd heeft om meer thuis op vakantie te gaan. Gisteren was ik ook bij de Bloesems en ik hoorde zelfs Spaans. Ja, ja, maar absoluut. We staan op de kaart als Haspengouw. We liggen ook heel erg goed in die EU-regio. Hè. Dus ja, onze ligging is eigenlijk uniek. Hè. Wat zouden jullie als stad toevoegen aan het toeristisch patrimonium? Ik hou heel erg fel van kunst in de natuur. Zoals de stoelen, zoals de zwevende kapel. Ik wil mensen altijd verrassen. Misschien dat we heel even naar de stoel kunnen wandelen. We hebben 7 fruitreuzen in Sint-Truiden. Dat is zo'n traditie, nostalgie hè, van in de tijd dat we met die reuzen optochten deden. En de reuzen zijn gaan wandelen en hebben hun stoelen verloren. Dus we willen zo, ja, mensen verrassen, hier laten opklimmen en gewoon genieten. Wat is jouw lievelingsplekje in Sint-Truiden? Ik heb er eigenlijk wel vele. Ik vind dit wel een hele leuke plaats. Deze waar we hier op zitten? Ja, de Fruitvallei vind ik wel heel erg leuk. Omdat met de kinderen bijvoorbeeld in de winter ben ik hier echt op het ijs komen glijden. Ja, sneeuwballen gooien. Dat is zo zalig hier. Maar ik vind bijvoorbeeld ook Hell's Heaven is een hele mooie plek. Maar de bottenwandeling in Gelinde is zalig om te doen met de honden. Dus ja, ik geniet heel erg van natuur. Dus alles wat buiten is, kan me wel bekoren. Maar ik ga ook heel graag uit eten en een goed glas wijn drinken. Dus je vindt me evenzeer op die terrasjes in Sint-Zuiden hoor, als we terug gaan mogen. Heb je nog één boodschap voor de mensen? Ja, ik zou echt zeggen, kom Sint-Truiden bezoeken en boek het elk seizoen en boek het minstens een week. Want je gaat nog tijd tekort hebben. Zeker doen.